van Kortrijk heb je al verschillende zalen gedaan. Van kleine snacks naar een Parijse restaurant, naar, van frituren naar café, naar een hamburger keten. Tot nu tacos, dat ik graag doe. Dat is mijn nieuw kindje. En dat is dus Bart. Ik reis veel, ik observeer veel, maar veel al een keer naar Londen. Voor nieuwe sauce, zien met zijn nieuwe trends. En probeer dat voor een korting te doen, maar korting redelijk ook kleiner is en ook een beetje moeilijk is. En je kan toen een korting kun je het in feite overal doen. En dat korting, ik vind dat een beetje een barometer is voor nieuwe dingen. De reden waarom ik veel verander is omdat ik graag heb dat spannend blijft. Je moet bruisen. Je legt een echte fles water met vrij veel gas. Als je gas eruit houdt, is voor mij genoeg om te verkopen of om iets anders te beginnen. In mijn hoofd zit ik dan met veel bruisende dingen. De reden waarom ik dat graag doe en waarom ik verander, dat is omdat ik constant nieuwe uitdagingen zoeken. En dat moet bruisen voor mij. Dus omdat ik voelde dat dat niet meer echt swingde of dat ik begon gekopieerd te geraken ofzo. Maar hij nou, ik heb in de meeste kick dat ik zo enig ben en dat ik doe. Anders verander ik natuurlijk graag. In feite, om dat eigenlijk uit te leggen, het beste in de scène, ik ben een vriend Louis de Finesse man. En de film Le Grand Restaurant komt er door een stuk in dat hij de baas hem vermomt voor zijn personeel te checken hoe ze omgaan met zijn klanten. En de sommelier komt aan tafel en voor hem te pesten vraagt hij water. Hè? En je vraagt, hoe pit je jongen? Hij spuit water. Zegt hij, maar het zit toch niet te veel sprankelen? Dat is niet pupupupupupupupup. Maar ik heb geen pupupup. Dus het moet echt bruisend zijn. Hij zoekt nu dat dat... Zegt hij, als pupupup. Of als pu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 p
restaurant. Dan had ik nog veel moeten lachen met de vrouw. Sommigen zeggen zeggen dat ik zat ben, omdat ik iedere keer iets anders wil doen. Maar ik vind, ik kan niet zeggen dat ik iedere keer moet veranderen van vrouwen, maar liever maar iedere keer waarom niet. Maar ik probeer altijd om het goed te doen en dat slaagt. Maar passie. Zeker. Moet je hem ook zot doen? Absoluut. Absoluut, ja. Ze zijn krank. Sorry. Zeker. Crazy, maar happy. Ah, ja. Dat is wel belangrijk. Ja, dat hebben we. En blij met de nieuwe buurt? Ja, je is verdraagzaam. Het is echt. Het is een verademing en een verjonging in de straat. Verjonging? Bedankt voor je eerlijkheid. Nee. Het is, we zijn super content. Ja, alles offers. Kijk dan. Voilà. Ja, zat er hier. Hij dacht hier op Twitter en alles over. Zet er vast. Mijn vader heeft ooit een kapotte gezien. Of zijn kamerad. En mijn pa pees dat een hele kapotte. Wat je dan een nieuw woord van een condom anglais. Of noemde dat weer? Nou ja, korte kasperen. Kunnen. Zit er niet. En tof, 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 tof. Tof. En hoe een burgemeester wordt, nee. Wat dat cool, hè? Dat tof, Arie, ik vind dat ook leuk, dat dan de Gentenaars en de Antwerpenaars. Ik hoor veel Gent en Antwerps in de stad. En dat toen ik doe het, dan ze komen van over het water naar hier. Waarschijnlijk door de goedkopere woning. Maar dat was tof. J'ai l'air trop stylé. Et voilà, hallo, la France, hallo. Ziet? Dat is hier multicultureel. Ali, maar we willen hier gewoon op. Ja, dat tof. In mijn nieuwe quartier. En van mijn non-talk. En de bos, waar komt dat de bos? Tof, hé. Maar ik verlang erachter. Als, kijk, wat, we zijn al in de bos. Maar ik ken de kids van als ze klein zijn, ik ken nog als ze klein hebben van de pamper dat de stront is, peet hebben van de rug. Maar, dat wordt.
Nou, de papa en mijn man dan niet zo heen. Het is ook niet de bedoeling om zo hard te slaan. Maar dat zijn de zoons van The Great Wall. Die, of Jennezoon, ik praat die ook snel. En ik heb de chance gehad, ik heb me een keken, ben keken gisteren. En dan heb ik een Chinees in. Niet eens de Chinees, denk ik, zonder luik. Dat is niet meer kunnen spreken in de pot. Maar open kitchen. En ik verwachtte daar veel van. En het is een prachtige boek. En dat zijn toffe meesten. En ik denk dat dat gewoon de winnaars zijn. Ja. Maar aanval. Ja. En dat is goed. Dat doet goed aan de kwartier. Ja. Ik kan hier, van de mieren. Soms herkent u me niet. Wie is dat? Ik ben een kamerad, maar soms herkent u me niet. En wie is dat toen? De meneer Van Heste. Meneer Van Heste? Zonder broek en vesten. Kan ik kijken of dat een vrouw is? Mijn zat nog. Dat is Zotte Sarah. Dat is Zotte Sarah. Met de Zotte man en Zotte kind.